Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvideo van Betty's Kitchen. Of vandaag, ja, kookvideo. Het is meer een drankvideo. Het recept komt uit dit boek, Limonade. Het is van Mireille en Arno van de Holy Cow Company. En het is echt een limonadeboek voor volwassenen. Dit zijn geen laffe drankjes of standaard mocktails, zou ik maar zeggen. Dit zijn gewoon echt hele stoere, non-alcoholische drankjes om je zomer mee door te komen. Toen ik dit boek afgelopen maand binnenkreeg, toen dacht ik echt, waarom had ik dit niet toen ik zwanger was? Echt waar, er staan zulke lekkere dingen in. En een van mijn favorieten is het recept Let's Mango. Het is een soort ijsthee, maar dan met mango, citroengras en limoen. En het is echt heerlijk met het zomerse weer. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe we hem gaan maken. Wat hebben we nodig voor deze mango iced tea? Dat is in ieder geval water. En we maken hem met een combinatie van Earl Grey thee en groene thee. Nog een beetje water, suiker en een limoen. Een stengel citroengas en 3 rijpe mango's. Als eerste ga je de basis maken en dat is dus de thee. Ondertussen ga je een suikersiroop maken. Dan gaan we de mango's vast even snijden en schillen. Je legt hem zo neer en je snijdt met je mes langs de pit. Dan draai je hem om, nog een keer. En dan de zijkanten ook even langs de pit snijden. Heb ik hier meteen een mooi trucje voor jullie. Pak een glas met een stevige, dikke rand. Dan kun je namelijk je mango met zijn schil er tegenaan zetten. En dan snij je hem als het ware langs de rand van het glas, los van de schil. En deze kun je nu gewoon lekker in stukjes snijden. Hetzelfde doe je ook met de brede afgesneden zijkanten. Die zet je gewoon op het glas met je vingers er zo in een bol omheen. En dan trek je hem zo langs de schil. Duw je als het ware je schil omlaag. En met je hand in een kommetje eromheen. Van de limoen hebben we de schil en het sap nodig. Citroengas, die kneuzen we. Nou, de siroop is klaar. Dus hier voegen we dan de mango aan toe. En pas op, de siroop is heet, dus doe voorzichtig met je mango erin scheppen. Het limoensap. De schil van de limoen. En de citroengas gaat er ook bij. En dit brengen we nu weer even opnieuw aan de kook. Zo, die is mooi doorgekookt. De mango is helemaal zacht. En nu gieten we de thee erbij. Roer hem even goed door. En dan gaan we hem gewoon eventjes af laten koelen. En dan kunnen alle smaken even netjes bij elkaar intrekken. Nou, ondertussen is het mengsel helemaal afgekoeld tot kamertemperatuur. Dus nu gaan we hem zeven. Daarvoor zet ik een opvangbak neer. Met daarin een bolzeef. En die bekleden we gewoon met een fijne doek. Het mag ook gewoon een schone theedoek zijn. Kaasdoek. Laat hem een beetje overhangen. En hier giet je dan mango thee bovenop. En je hoeft het echt niet aan te stampen of iets. Gewoon lekker rustig laten uitlekken. Tot het helemaal door de doek heen is gezeefd en gefilterd is. Deze is nu mooi uitgelekt, dus die kunnen we nu verwijderen. En nu stop je hem in de koelkast om echt ijs en ijskoud af te laten koelen. Schenk hem lekker ijskoud op heel veel ijs. Allerbeste. En dan kun je gewoon lekker genieten van de zomer. De mango, limoen en citroengas gaan
zo goed samen. Ja, ik bedoel, ik ben liefhebber van gin tonic, maar I would pick this any day. Maar goed, deze fantastische cocktail staat dus in het boek Limonade. En als jij nu ook kans wil maken op een exemplaar van dit kookboek, of eigenlijk drankboek, drinkboek. Ik ga er eentje weggeven. Doe in ieder geval ook nog even een duimpje omhoog voor een like. Daar ben ik ook weer heel blij mee. En dan ding je automatisch mee naar deze prijs. Geloof me, dit is echt een must-have voor deze zomer. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende keer.